Naar deze nieuwe vlog. Het is echt kei en kei en keihard aan het regenen. Niet normaal. Ik werd gewoon wakker van de regendruppels die hier op het afdakje vallen. Ik heb even op mijn telefoon gekeken en deze helse bui duurt tot 1 uur. Het is nu ongeveer 10 uur. Dus wat ik nu ga doen, ik ga naar de overkant rennen. Ik ga daar eventjes een American breakfast eten. Ga ik weer terug, ga ik hier in mijn bedje even wat vlogs editen. En dan ga ik rond een uur of 1, half 2, zodra het droog is, lekker naar het strand. Ik heb een badlaken meegenomen om mezelf een beetje droog te houden. Anders zit ik dadelijk zeiknat ergens te ontbijten. Is ook niet fijn. Het is gestopt met regenen. Ik ga nu richting het hotel. Ga ik mijn strandoutfitje aandoen. Ik zie ook een blauwe lucht. En dan ga ik richting het strand. Te bakken. En ik heb zojuist weer nieuwe vriendinnen gemaakt. Ja mensen, het gaat hier super snel. Nederlandse meiden. En ik heb met ze afgesproken om vanavond iets te gaan drinken. En ik vertelde ze dat het super leuk is om hier een scooter te huren op Koh Samui. Dus ze zeiden van, nou super leuk, dat willen wij ook. Dus wellicht dat we met elkaar een dagje een scooter gaan huren hier. Super gezellig. Ze zijn er nu weer vandoor, want ze moesten nog lunchen. Ik ben weer in het hotel. Ik heb eventjes een lekker bakkie koffie gezet. Weer met zo'n zakje. Ik vind hem niet echt heel lekker of zo, maar gewoon een dikke pring voor nu. Het was echt zo'n grappig verhaal. Ik legde mijn handdoekje neer en het was super warm. En ik dacht, ik ga even een duik nemen. En ik hoorde ineens Nederlandse mensen praten. Dus na die afgelopen rustige week dacht ik ineens, yes, vriendinnen! En we waren een beetje aan het kletsen. En toen kwamen we dus ineens achter dat we gewoon in hetzelfde hotel zitten. Hoe grappig en hoe toevallig is dat? Ik ga nu even 2 uurtjes een beetje chillen, een beetje editen. Ah, super jammer, die meiden appen net. Hun lopen dus stage hier in Thailand en ze hebben nu een weekje vakantie, maar ze moeten nog wel veel dingen voor school doen. Dus ze hebben besloten dat ze dat vanavond gaan doen. Dus ze willen vanavond niet de stad in, wat ik heel goed kan begrijpen. Maar ik natuurlijk wel, dus ik ga nu even op zoek naar wat eten en ik heb zin in pizza. Of spaghetti, nee, ik heb zin in pizza. Pizza, pizza tijd. Jongens, het is echt super laat. Ik had het echt een hele gezellige avond, of eigenlijk nacht, achter de rug met hele leuke gezellige mensen. Ik ga nu slapen en morgen in een vlog ga ik jullie vertellen wat er allemaal gebeurd is en hoe of wat. Sorry dat ik het niet heb gefilmd, maar ik leg jullie het morgen allemaal uit. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet op die abonneerknop te drukken en dan zie ik jullie morgenochtend. Doei!